Kijk, als je nu omhoog kijkt, dan zie je dat de lucht die normaal blauw zou moeten zijn, echt melkachtig is. Je kunt die as gewoon heel erg goed zien, dus dat is heel bijzonder. Voor weerkundige Reinoud van den Born zijn het unieke momenten. Ook in alle praatjes en in alle presentaties, het gaat alleen maar over as. Nou, inderdaad, die vulkaanstof is op dit moment heel duidelijk te zien. Je ziet eigenlijk een band van noord naar zuid over het land trekken. Hier bij Meteo Consult in Wageningen houden ze precies bij hoe die aswolk zich over Nederland ontwikkelt. En dat doen ze natuurlijk via de satelliet. Maar of ik hem ook kan vinden? Ik moet maar geen weervrouw worden. Het grappige is dat als je normaal naar zo'n satellietfoto kijkt, dan zie je daar behalve de gewone bewolking ook veel vliegtuigstrepen op. En ja, die zijn er nu helemaal niet. En wat dat betreft is het een plaatje van misschien wel 100 jaar geleden. Toen gebeurde dat voor het laatst. Dus dat is echt uniek, zo'n plaatje. Nou, je zou bijvoorbeeld kunnen meten of er meer of minder straling van de zon op het aardoppervlak terechtkomt. En je zou ook kunnen meten hoeveel bewolking er nu minder of meer is omdat er niet gevlogen wordt. En dan weet je ook weer iets meer over eventuele klimaatsverandering en bijvoorbeeld wat het vliegen daarvoor rol in speelt. Ah, je ziet het nu toch echt wel prachtig over Nederland heen komen. Dat is toch wel heel, heel bijzonder. Jij wordt hier echt blij van. Ja, ik word hier echt blij van. Geschiedenis maak je maar één keer mee. Dat is vandaag en dan moet ik echt wakker zijn. Dus,